Mijn naam is Jiri Kilian en ik was 24 jaar artistiek directeur van het Nederlands Danstheater. Toen de tijd zorgde ik ervoor dat alle leeftijden mochten dansen. De jonge, de oudere en ook zelfs de oude. Dat is bij Danstheater niet meer het geval, maar wel bij de Dutch Don't Dance Division. Het is een heel belangrijke institutie in de Haagse cultureel landschap geworden. En ik vind dat ze moeten blijven bestaan. Ik vind ze moeten subsidie krijgen. En ik steun dat van mijn hart en mijn ziel. De Dutch Don't Dance Division en de stad Den Haag horen gewoon bij elkaar. Ik hoop van harte dat er een oplossing gevonden wordt en dat we de Dutch Don't Dance Division niet moeten missen in Den Haag. En ik vind het heel belangrijk dat vooral in deze tijd dit soort initiatieven blijven voortbestaan. And I just want to say that the Dutch Don't Dance Division deserves to be supported. It is such a fantastic company. First and foremost, they provide top-notch dance education for so many young people. And unfortunately, that is hard to find. Not to mention the shows that they put on and their performances, both on television and in theaters, are so well produced, so well choreographed, so well performed. And that's just a credit to the entire company. And because of them, I have become a soloist with the Dutch National Ballet. And so I really encourage you guys to continue to fund them and to help them out because they are incredible directors and are able to really give so many different opportunities to other dancers around the world, just like myself. So I'm so grateful I got to come and guest with them, and it really is a special place. En zij brengen dans dicht bij het publiek. Zij moeten zeker blijven bestaan en zij verdienen alle ondersteuning. Alsof de commissie weinig of geen rekening heeft gehouden met de betekenis voor de mensen in Den Haag, die juist voor deze clubs zo ontzettend sterk is. Dus vandaar de Dutch Don't Dance Division moet blijven. Hun visie, hun inspiratie, hun vakmanschap is van onmiskenbaar belang geweest. The Dutch Don't Dance is the most original concept for a dance company, but it's more than that. It involves the entire community, from dancers of the age of 5, would you believe it, going up to retirement age and producing the most exciting shows. Waar anders kunnen kinderen leren wat het is om werkelijk te dansen? Waar anders krijgen ouderen nog de kans om hun laatste stappen op het toneel te zetten? Dat is alleen maar bij de Dutch Don't Dance Division. Ik vond het heel leuk om aan mee te doen. Ik krijg er goede danservaring van. En ik vind het heel fijn dat iedereen zichzelf mag zijn. Het is een omgeving waar we ons amuseren, van elkaar bijleren, geïnspireerd raken. En zonder al deze ervaring zouden wij nooit ons eigen bedrijf Pop-Up Dance zijn begonnen. Dus ik zou zeggen, blijven steunen die club. Alsjeblieft. Het zal toch niet gebeuren dat zo'n veelzijdige groep, oh wat zeg ik veelzijdig, is dat wel kunst veelzijdig? Ja, dat is kunst. Dat is hoge kunst. En als je zo veelzijdig bent als dat zij zijn, overal inzetbaar. Als ik ze vraag, wil je in een variété circusprogramma meedoen? Dan zeggen ze ja en maken zij daar prachtige kunst. De Dutch Don't Dance Division geeft kleur aan het culturele landschap van Den Haag en ver daarbuiten. Als deze prachtige bloem wordt gesnoeid, dan is de wereld weer een stukje grijzer. En dat zal eeuwig zonde zijn. Met enorme bevlogenheid, wilskracht en artistieke visie bewijst de Dutch Don't Dance Division al jaren dat ze hun eigen plaats innemen in de Haagse danswereld. Blijf deze company steunen. The Dutch Don't Dance Division gave me a platform to grow as an artist and also to share and explore my creativity and talent with this family and the community they've created. Iedereen wordt betrokken, professionals, maar ook niet-professionals, jong, oud. Ze zijn overal, ze zijn op pleinen, ze zijn op het strand, ze zijn in verzorgingstehuizen. Kortom, de Dutch Don't Dance is van ons allemaal hier in Den Haag, wat mij betreft, cultureel erfgoed en moet echt blijven. Is die samenwerking heb ik een enorme bewondering gekregen voor de energie die Tom en Rinus op dagelijkse basis laten zien. De creativiteit, het optimisme waarmee ze willen bewijzen dat de Dutch do dance en dat ook hebben kunnen bewijzen. Ik hoop oprecht dat de Last Waltz voor hen niet is ingezet.
Tom Stewart en Rine Sprong hebben een fantastische bijdrage geleverd aan de talentontwikkeling van de dansers in de stad Den Haag en daarbuiten. Wat moet je nog meer doen voor een stad om gezien te worden? Altijd roeiend, inventief en creatief. Roeiend, nou vooral inventief. Roeiend met de aanwezige riem of misschien zelfs de afwezige riem. The Dutch Show Dance Division has also thrived as a cultural hub housing dancers from all over the world and creating an ever-growing network of professional connections. Wat mij betreft mogen ze nooit weg. We hebben met name grote bewondering voor hun nog altijd doorgaande ontwikkeling waarmee ze ons iedere keer weer artistiek, creatief en kwalitatief verrassen. Kortom, een verrijking voor de stad Den Haag en daarbuiten. Vorig jaar zijn wij een samenwerking aangegaan rond scholen uit de buurt, scholen waar het niet zo goed mee gaat. En dat heeft meteen geresulteerd in een enorm bereik. Duizenden kinderen zagen jullie schoolvoorstelling Pest bij ons. En behalve dat jullie het thema prachtig in dans weten te vertalen, maakte ook het nagesprek enorm veel indruk. Dit zijn voorstellingen die impact hebben, die ergens over gaan, die ertoe doen. Dus alleen om die reden al vind ik dat jullie in het kunstenplan moeten blijven. De infrastructuur van de dans is niks zonder de Dutch Zone Dance Division, die altijd een groot en breed publiek aanspreken met hun voorstellingen en altijd inspelen op de actualiteit, nieuwe maatschappelijke projecten bedenken en steeds weer actief betrokken zijn bij het dansveld in Den Haag. Kom op jongens.